SP. Dank. Als je als werkgever de arbeidstijdenwet overtreedt, is de boete lager dan wanneer je als automobilist links rijdt. En dat laat wat de SP betreft zien onnodig links rijden. Dat laat wat de SP betreft zien dat het totaal uit uh, balans is geraakt en dat die verkeersboetes te hoog zijn. Wat ook oneerlijk is, is dat wanneer je als miljonair zo'n boete krijgt, het een lachertje voor je is. Maar wanneer je als jongere met bijvoorbeeld een flexcontract zo'n verkeersboete, krijgt het een groot financieel probleem oplevert. Vindt de minister dat ook niet oneerlijk? En wil de minister daar iets aan gaan doen? Voorzitter, dit uh, vraagstuk heeft niks te maken met een ophoging van, uh, van de boetes door indexatie en door de voorjaarsnota. Het is een fundamentele vraag: wie het inkomensafhankelijk maken, hoe ziet dat eruit? En uh, dat is echt niet alleen voor een ander debat, maar ook voor een toekomstig kabinet.